Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe WarioWare video. In de reacties zag ik dat jullie Dribble en Spits wel cool vinden en dat ik eigenlijk als eerst hun moet gaan checken. Ja, de andere twee waren ook populair, maar deze was ook populair. Ik vind het superleuk dat jullie kijken, dus knal even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als jij dat nog niet gedaan hebt voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan is Mona hier aan het woord en die zegt, kijk hoe alles is aangetast hier. Echt vreselijk. Wario die zegt, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Ik hou van knoflook. Ik vind het wel lachen. Wario, wat zeg je nou weer? Oh, we merken iets. Daar zijn ze. Dribble en Spits. Ja hoor. Wario, we zijn naar je op zoek. Deze zijn lachen, jongen. Deze taxichauffeurs brengen je graag en goedkoop van je voordeur naar de verste hoekjes van het heelal. Oeh, hij heeft een bazooka en hij schiet altijd naar rechts. Maar Spits die heeft een bazooka en die schiet altijd naar links. Dus dit is eigenlijk voor twee players. Het is een beetje net als in de demo die chicks met die ninja sterren. Alleen daarbij kon je de jumps niet controleren. Dus dat was denk ik wat lastiger. Ik denk dat deze iets makkelijker zijn. Althans, dat hoop ik. Maar dude, jullie wereld is kapot. Er zijn hier virussen. En 8 Nederlanders. Laat in de comments weten als je mijn grap snapt. Zo'n slechte grap. Anyway, ze hebben rondgekeken. Er zitten overal van die vieze plekken. Die spelbugs hebben de hele game aangetast. Laten we wat bugs gaan verdelgen. Let's go, Dribble en Spiat. Ik neem Wario en Cricket mee. Dat zijn toch wel de makkelijkste characters, denk ik, tot nu toe. Dribble en Spits. Buitenaardse boemel. Mooi kentekenplaatje. 7777. Kijk ze gaan. Wat een badass guys, jongen. Deze zijn wel sick, man. I gotta love Dribble en Spits. Die zijn wel nice. Kijk ze. Oh. Wow, wow, aliens in je auto, vriend. Aliens in je auto, pas op. Waarom zitten er aliens in jullie auto? Zijn jullie daar oké mee? Zijn jullie matties met deze aliens? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat ze gewoon matties zijn met aliens. Ja, kijk, ik zie overal aliens. Draai de wieken. Ja, deze kennen we uit de demo. Dit kunnen we. Dit is helemaal prima. Slenderman of hoe heet die gast? Die komt tevoorschijn. Nu kunnen we lekker gaan schieten met de bazoonkie. Red de aarde! Maak alles kapot! Ja, dit is heel cool. Laat trouwens ook even weten in de reacties of jullie deze game willen gaan halen. Of dat je hem misschien al gehaald hebt. Vind je dit een vette game? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben echt benieuwd, jongens. Onthaar hem. Dit is altijd leuk. Het standbeeld ontharen is een van de beste minigames ooit in de wereld van minigames. We zijn nu in wereld 5. We moeten nu sorteren. Wat moet ik doen dan? Oh. Die ging de verkeerde kant op. Ja, ik ken al deze dingen nog niet, joh. Pak de crown. Hoppakee. Bye bye, Mr. Dragon, jongen. Oké, focus, focus, focus. Ontwijken. Ik denk dat ik gewoon hierachter moet gaan staan. Ja, precies. En dan moet ik nog een klein beetje ontwijken zo. Ja, oké, easy, man. Dit is echt een tovenaar. Een noob-tovenaar, jongen. Noob-tovenaar. Moeten water geven. Zodat, ja, de bonenstaak groeit. En... op een kaal hoofd. Super grappig. Hoeveel zijn het er? Het zijn er 3. 3? Zijn het er? 3 hartjes. Het is niet zo heel moeilijk, toch, guys? Oké, dat was het. Lekker. Wereld 10. Stop de nachtmerrie. Oh, ik moet de nachtmerrie weghalen. Kijk, hondje blij, maantje blij, iedereen blij. Let's go, wereld 11. Geef hem de 5. Hier! La high five, vriend. Nice. Nu mogen we weer gaan schieten met Dribble. Precies 2. Oh, we hoeven niet eens te schieten. Deze wereld kennen we ook uit de demo. Deze microgame. Super easy. Lanceren. Oh, oh. Oh ja, dit ging wel goed. Oké. Ik dacht even dat het fout ging. Pak alles aan. Of samen. Plak alles samen. Dat was het ding. Ja, de slijm moet allemaal bij elkaar. Let's go. Laatste level. Ik heb volgens mij 3 levens hiervoor. Oh my gosh, wat moeten we doen? Moeten we tegen een mega meteoriet vechten of zo? Wat? Een zeemonster. Beschermen. We moeten deze meneer beschermen. Cool. Oh, oké. We moeten hem gewoon beschermen tegen zeemonsters. Oké, we moeten gewoon schieten. Hier de sleutel pakken. Slot op sleutel. Wat? Zo? Wat moet ik doen? Moet ik hem de sleutel laten pakken of zo? Moet jij hem hebben? Hoe? Wat moet ik doen? Ah, moet ik het lijntje doorschieten? Wat moet ik doen? Hoe werd ik dit? Hoe werd ik dit? Oh, zo. We moesten gewoon geduld hebben. Red hem. Red hem. Hij moet nu daar naartoe. Kom op. Je moet daar naartoe. Ah, ga nou. Ga. Ja, lekker. Lekker.
We hebben hem gered. Nou, dit was wel een leuke endgame, jongen. Het hulpeloze mannetje in zijn zwembandje. Lekker, man. GG, en nu hebben we deze guys vrijgespeeld. Alle bugs zijn weg uit deze wereld. Lekker. Hoppakee. Ja, spits, die hebben we niet gebruikt. Die krijgen we alleen als de twee players spelen. Maar ze zijn erbij. Zo gaat het goed. Heerlijk dit. Nu kunnen we naar Dr. Krygor of naar Ninefold. Laten we naar Ninefold gaan. Hier kan ik wel wennen, zegt 18Volt. Ja, die is natuurlijk gewend aan zo'n wereld. En Cricket die zegt, dit is een prima workout. Ik loop je de hele tijd te duwen, maar kan je niet zelf even lekker stukje gaan lopen, vriend? Iemand roept om hulp. Wie heeft onze hulp nodig? Ja, het is Ninefold. Die heeft onze hulp nodig. Ninefold. Ja, daar is hij. Mijn skateboard is op hol geslagen. Ninefold is een skatende scholier met een obsessie voor Nintendo games. Hij is een geweldige DJ en handig met zijn yo-yo. Hey, ik voel deze guy wel. Een ware obsessie voor Nintendo games. Ik ken toevallig nog iemand die dat ook heeft. Het is toevallig ook een YouTuber. Misschien ben je er op dit moment wel naar aan het kijken. Let's go, Ninefold. Hij beweegt heen en weer op zijn skateboard en moet op A drukken om te stoppen zodat hij met zijn yo-yo omhoog yo-yoot. Oké, we kunnen hem niet stoppen met laten skaten. Ja, dit is denk ik een lastig karaktertje, als ik heel eerlijk ben. Tof, zag je dat? Zo eng en zo waanzinnig stoer! Wat is er mis met mijn level? Is mijn level kapot? Ja man, de bugs man. De bugs maken je level kapot. Oké, we gaan met 9Volt. Eigenlijk moeten we ook 18Volt nu gebruiken. En weet je wat? Dribble en Spits, die mogen ook nog steeds meedoen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken met dit teampie. Maar daar gaan we, jongen. Daar gaan we. Wat is dit voor gek filmpje? Dit lijkt wel Cooking Mama of zo, die game. Kijk al gaar, jongen. Ninefold met zijn skateboardje. Een SpongeBob heeft hij op zijn hoofd. Een beetje een hele oude, verschrompelde SpongeBob. Ja, jullie kunnen mooi dansen, jongens. Het leek in dat shot wel alsof 18Volt de vader is van Ninefold. Maar dat is volgens mij niet zo. Hij ligt lekker te maffen met zijn SpongeBobpie. Licht gaat uit. Wat gebeurt er nog meer? Hij sliep helemaal niet, jongen. Hij wil gewoon lekker gamen, deze man. Met zijn SpongeBob-mattie. SpongeBob! Oh jee, moeder komt eraan. Moeder heeft iets gehoord. Nee, dit is niet de... Wat? Is dit moeder? Dit is niet moeder. Dit is boze alien, man. Wat was dat? Boeit hem niet, hè? Hij wil gewoon verder gamen, jongen. Nou, dan gaan we lekker verder gamen, joh. Level 1 met 18Volt. Let's go. Vindt het spook. Hoe moet ik nou weten waar de freaking spook is? Nou, dit is Luigi Mansion level. Wat lach hij. Hing in de lamp trouwens. Dat is wel cool. Raak het blok. Geen probleem. Hebben we gedaan. Old school Mario level. Hebben we ook gefixt. Maar nu moeten we omhoog jouwen met deze guy. Oh, Donkey Kong level. Dit is super cool. Dit zijn allemaal van die oldschool Nintendo levels. Ja, hij houdt natuurlijk van Nintendo. Dit vind ik heel cool. Wat niet? Die twee niet. En wel de GameCube game. Yo, maar dit is geniaal. Dit zijn allemaal oldschool Nintendo leveltjes. Dit vind ik echt heel leuk. Naar boven. Ja, zo denk ik. Lekker. Lekker. Ice Climber leveltje. Ah, dit is zo cool. Laten we sneller gaan. Ik wil snel meer zien. Wat moeten we allemaal doen? Omhoog, yo, met me weg. Zelda, Breath of the Wild, let's go. Pak de munt. Gaat lukken. Fuzzy is niks voor ons, jongen. De uitgang wijzen, oké. Moeten Samus naar de uitgang brengen. Ja, je mag allebei de kant op. Ook goed, je mag ook naar links. Helemaal prima. I love it. Versla Bowser. Oh, ik moet hier omhoog, yo. Oh nee, ik moet natuurlijk niet op zijn hoofd springen. Ik moest op de bel springen. Wat een noob. Dat had ik moeten weten. Puzzelen. Wat moet ik doen dan? Oké, die puzzel die snapte ik niet helemaal. Pak een pad. Ik heb blijkbaar... Oké, ik heb het goede pad gepakt. Top. Was een beetje meer geluk dan wijsheid. Level 12. Ik hoop dat we dit gaan redden. We moeten overleven. Nee, dit gaan we niet redden. Ik ben plat. Ah, al die nieuwe levels, jongens. Let's go. Even deze plukken voor de blauwe Pikmin. Dat is wel gelukt. Ik had ook niet deze guy moeten pakken. Ophemelen. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Echt supergoed ben jij. Het laatste level. We hebben er één poging voor. Anders moeten we weer opnieuw. Is het? Moeten we tegen Bowser? Haal de finish. Oké, dat kunnen we wel. Ik hoef helemaal niks te doen. Hier moet ik omhoog. Cool. Loslaten. Let's go. Gewoon naar beneden. Ik denk hier naar boven. Loslaten.
Oh. Ja, lekker. We moeten even wachten. Ik heb hier alle tijd voor, dus ik kan ook gewoon rustig aan doen. Dus dat is chill. Oké, ik moet hier denk ik op een gegeven moment wel omhoog. Ik wacht heel eventjes, zodat het hopelijk goed gaat. Ja, let's go. Muntje pakken. E-blokje denk ik aanzetten. Denk ik hoor. Ik denk dat dat moet. Ik weet het niet zeker. Hey, let's go. Oh, snap. Ik heb het P-blokje aangezet, maar ik ben veel te traag. Dus ik hoop dat ik alsnog naar de uitgang kan. Hopelijk hadden we dat niet nodig per se. Ja, we hebben de uitgang gehaald. We hebben het in één keer lekker. Gewoon een Super Mario van de Super Nintendo level in WarioWare. Ja, dit vind ik wel fijn hoor. Dit is wel mijn meest favoriete tot nu toe. Dit vond ik het leukste met al die old school Nintendo leveltjes. Heel vet gedaan. Heel cool. In de volgende video gaan we de laatste twee levels uit dit deel van het verhaal doen. Ik ben benieuwd hoe welke kant het op gaat. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer Nintendo video's. En als je met deze game live wil zien spelen, dan moet je me even volgen op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!